Er moet meer bewustwording komen over klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Daarom heeft Stichting Scrivi het project De Klimaatverandering Estafette georganiseerd met als doel informatie te verzamelen en te verwerken tot mediaproducten en vervolgens publiekelijk beschikbaar te stellen aan elke Surinamer. Kevin Hadley, coördinator Klimaatverandering Estafette, is van mening dat het belangrijk is dat de samenleving zichzelf weerbaar maakt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit kan op verschillende manieren, waaronder het op zoek gaan naar informatie en het schoonhouden van het milieu. Het onderwerp leeft nog niet echt. Mensen geloven nog niet echt dat klimaatverandering zo erg zal zijn. Als je omgeving schoonhoudt, kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je riolering niet verstopt raakt. En bij zware regens het water sneller wegstroomt. Dus dat is al een goed voorbeeld van hoe we klimaatverandering kunnen aanpakken met kleine zaken. Maar ook kijken hoe ze toch wel milieuvriendelijker gaan leven. Meer bewegen, minder de auto pakken. Ervoor zorgen dat onze broeikassen uitstoot wat minder wordt. Want dat is een van de grootste problemen dat ervoor zorgt dat klimaatverandering plaatsvindt. Een van de onderdelen van het project was een fotowedstrijd waarvan de winnaars vandaag bekend werden. Coördinator van de fotowedstrijd, Hedwig de la Fuenta, zegt dat dit een creatieve manier was om de Surinamers via een realistische bril te laten kijken naar het milieu. Omdat ja, je ziet de gevolgen, ook als er één regenbui is geweest, zie je wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. Dus om bewustzijn te brengen is het zeker goed en met een fotowedstrijd is eigenlijk een van de betere manieren om die bewustwording teweeg te brengen. Het is, elke regering heeft denk ik zijn eigen agenda. De een wat meer, de een wat minder. Gelukkig zijn er grotere organisaties, wereldorganisaties die zich daarmee bezighouden en onder andere dit soort projecten funden. Weet je, waardoor er toch wel een, het belangrijkste wat vaak ontbreekt bij regeringen is financiën. Toch? Dat dat wel beschikbaar is om zulke projecten te kunnen draaien. De prijswinnaars Marisol Marcel, Seruga Ten Berge en Navaldo Fola kregen geldsbedragen en een plakkaat.